Ik ben Donique Elst, ik ben 18 jaar, ik studeer communicatie op Fontys Tilburg. En ik vind het leuk om in mijn vrije tijd op het terras te zitten met vriendinnen, naar het theater te gaan. Dat je dan even kan ontsnappen van de realiteit. Ik heb 10 jaar lang op theaterles gezeten op het CKW. En daar heb ik gewoon heel erg veel van geleerd. Om nu op school durf ik gewoon te presenteren en zo. Ik heb me als ambassadeur opgegeven, omdat ik graag aan andere mensen wil laten zien dat er in het theater voor iedereen wat is. Iedereen die kan wel iets leuk vinden. Er is zoveel keuze, zoals ik al zeg, je kan alles doen in het theater. Ja, er gebeurt ook veel meer in het theater dan wat je ziet. Hoe komt nou ten eerste al zo'n show in het theater en wat komt er allemaal bij kijken? En als dan de show begint, wat moet er dan allemaal nog gebeuren? Je hebt dan nog achter de schermen de coulissen, het licht en het geluid. Het lijkt mij heel erg leuk om te bloggen. Ik vind het zelf heel leuk om sfeerverhalen te schrijven. Dus met een verhaal mensen mee te nemen naar die plek en naar het gevoel daarbij. Met woorden mensen meenemen, dat wordt mijn strategie.